Ja, dan moet je allemaal terugkijken. Arjen Lubach, kijk je ook vaak terug? Nee, dat heb ik echt oprecht geprobeerd, omdat zijn kijkcijfers zijn uitstekend. Ja. En heel veel mensen vinden dat reuze leuk. Ik heb het echt serieus geprobeerd. Ik vind er niets aan. Ik kan er niet om lachen. Het zijn uitgeschreven grappen die hij voorleest van een autocue. Het hele stijltje spreekt me niet aan. Hele vriendelijke jongen. Ik heb hem hier in de hal ontmoet. Ja, absoluut. En niets mis met... Het is mijn humor niet. Nee, maar gaat nu het tegenover... gekke is dat zeg maar, ik kan ook niet lachen om hem, maar ik kan wel weer niet, ik glij niet van mijn stoel, maar van het bankje. Ik kan wel weer een beetje lachen om dit was het nieuws. Ja. Terwijl dat ook allemaal uitgeschreven en voorgekoude grappen zijn natuurlijk. Hè? Nee, ik kan ik daar. Maar ik moet zeggen, ook bij Lubach is het wel leuk. Vanmiddag had hij het bekendgemaakt op Instagram ook, en hij had een speciale coach ingehuurd voor de overstap. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar goed, ze hadden een coach gevonden die hem even kon begeleiden daarin. Hi. Het is natuurlijk allemaal heel spannend wat er gaat gebeuren volgend jaar. Dat snappen wij ook, dus we hebben iets geregeld voor jou, wat jou gaat helpen. Namelijk een overstapcoach. Die gaat het allemaal in goede banen leiden, daar ga jij veel aan hebben. Hij is er al, het is hier binnen, zet hem op. Succes. Gaat het met. Hey, Arjen. Dan wordt hij heel hard gelachen. Nee, ik vind het niet leuk. Nee, ik vind kan er ook nooit om lachen. Ik vind het niet leuk, nee. Ik kan hier niet om lachen. Ja, ik neem aan dat je hem wel snapt, toch? Jack Spijkman, die ooit... Ja, tuurlijk. Iedereen snapt hem waarschijnlijk. Ja, tuurlijk. Maar je... Ja, die heeft nog 10 jaar 9 ton per jaar verdiend, terwijl hij niks gedaan heeft. Nee. Dat is lekker. Ja, maar ik bedoel... Nee, geen 10 jaar toch. Het is ja, omdat het te bedacht is? Na 2 jaar was het afgelopen. Niet leuk? Is het te bedacht allemaal, wat er gebeurt? Ja, hij heeft een hele goede redactie. Dat voel je aan het programma. Goede redactie. Maar als een goede redactie alles opschrijft... dan is de spontaniteit weg. Het is een kunstje, het is voorlezen. Het is, maar hij gaat recht tegen ons, over ons staan nu. Hè? Ja, je het, of maar niet? We hebben ook Ajax, Feyenoord en PSV tegenover ons. Dus, heb je een paar minder, hè? Ja. Nee, ik denk gewoon, dat gewoon, gewoon een schepje bovenop, wat ordinairder doen. Nog ordinairder? Ja, kan dat. Hij is een andere doelgroep. Ik denk dat het ook nee, dat maken. Bijt elkaar heen. Maar hij moet toch op RTL 4 moet hij wel iets anders gaan doen dan bij de VVD? Nee, maar al die hoogopgeleide kijken toch naar ons, Wilfred. Maar die kijken toch op ons neer, zei je van de week? Ja, dat is ook zo. Ja. Wat is het nou dan? Nee, allebei. Dat is mijn humor. Oh. Maar omdat jij geen enkel gevoel voor humor nee, hebt... Nee, dat is mijn grootste probleem inderdaad. Dat is jouw grootste probleem. Nee, dat,